Zo, het is tijd om een baas even iets steviger te maken. We moeten ook nog even alles fixen voor Rockwell Boss, want we moeten even meer tech engrams krijgen en zo. En misschien krijg ik een Ascension erbij, dat weet ik niet zeker. Maar ik heb van die raid, van de prison, nog even wat turrets over. Die ga ik even snel neerzetten bij mijn breeding gedeelte. Mijn breeding gedeelte waar ik, dat is niet zo goed verdedigd, zeg maar. Dus, dat is gevaarlijk. Dus, ja, ik heb hier, is dat hier? Nee. Hè? Waar zijn mijn turrets heen? Ik had sowieso nog een paar... Ah, hier. Ja, kijk. 8 heavies en 4 tech turrets heb ik nog hier. De bullets is wel een probleem. Advanced rifle bullet. Rifle bullet. Doe gewoon even doezo. Zo, kan dat? Oké, wow, dat gaat heel snel. Nice. Oké, en dan moet ik even snel de element charge nog maken. Maar ik zet het eerst wel even gauw neer. En pop, moet ik ook nog even iets van kijken? Moet ik ook nog constructors neerzetten? Misschien wel handig, hè? Hier, headframes. Pompidompidompidom. Yeah, man. You know what to do, man. Beetje bij, beetje toch. Niet allemaal vanzelf, toch. Nou, ik echt alleen hier staat een ceiling op. Wat karig, gasten. Holy shit. Nou, dan doen we het maar even op deze manier. Even een quick fix, toch? It is what it is. Als hier maar gewoon een paar tech turrets er ook bij staan. Dat scheelt weer een boel. Zo. Oké, wat ik over heb, zet ik hier maar gewoon lekker op de grond neer. Hopelijk is het gepowered. Chak, 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 chak. En chak. En chak. Nog eentje dan. Ik leg hier neer zo. Hop, powered. Oké, ze zijn allemaal powered in ieder geval. Dat is mooi. Alleen moet ik even snel de bullets pakken. En hier allemaal injanken. Ik wil nou... Kijk, ik moet er nog wel een keer een dikke toren neerzetten. Maar dat ga ik nou nog even niet doen. Want ik heb eigenlijk meer focus op Rockwell. Maar ik vind het gewoon eng dat de Craftmaster in één keer veel meer aan de poren is tegenwoordig, weet je wel. Advanced Rifle Bullet. Tube en tube. Shard. Oh, wacht. Ik heb veel te veel. Zo, 2K. Dat is mooi. Ja, ik denk dat ik een paar heavies weghaal. Ik heb liever een paar heavies gewoon achterwege, toch? Dus ik denk dat ik gewoon 4 weghaal. En die kan ik altijd met batterijen ergens neerzetten. Ik denk dat dat wel chiller is, eerlijk gezegd. Pick-up. 1, 2, 3. Oké, dan hebben we hier kleine defense. Tak, die daarin. Turn on. Turret options. High. Tak. En dan... Ja, alter zijn range, alles staat aan. Dan weer even daar de element in. Hier de element in. En dan hier even de 500 kogels weer. En dan heb ik hier nog een paar turrets die ik moet vullen. Oh, wacht, hier heb ik ook nog tech turrets staan, shit. Zo, en zo. Was het daarin? Ook niet zoveel. Ja, fuck it. Zo, die daarin. En dan haal ik denk ik hier toch nog even de helft van uit. En dan kan ik die daar nog in de tech turrets doen. Zo, 500 element shot. Ja, dat is niet veel, weet je, maar... Het doet zijn ding, het doet zijn ding. Hopelijk. Zo, en zo. Nou, mooi gevuld. We hebben betere defense hier. En al deze stego's, weet je, ja... Ja, deze stego's, ze moeten eigenlijk even flink baby's maken. Want ik heb een gouden tip gekregen. En dat was kill baby... stego's. Kill die baby's. Je krijgt gewoon dikke materialen voor. En een XP. Dus dat is wel een optie om zeker open te houden. Dus dat gaan we ook, denk ik, binnenkort doen. Even heel veel eitjes uit laten komen en alles killen. Even kijken. Kan weg. Zo, zo, zo. Heb ik nog een snipe? Kom aanbouw. Fuck it. Metal. Arrows. Zo. Cook it up. Cook it up. Oké. Okay. Let's get it. Heb ik nog een draak eigenlijk? Ik heb het gevoel dat heel veel draken van mij gewoon neer zijn gegaan. Ik heb hier nog... Oh, ik heb nog firewavers in de cryopod zelfs. Wat zie ik? Poison. Fire. 121, 125 fire hebben we hier ook nog. Oh, dat is wel lachen, man. Is the good shit. Nou, dan gaan we die even een keer uitgooien. Yeah. Kut, 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 kut. Oh, deze moet nog helemaal geleveld worden, serieus. Hey, dat is bad. Kut. Even kijken. Wat moest ik hebben ook alweer? We zitten bij die stalker cave. Moeten we... Oh, what the fuck? Ouwe, Ik was net op de map aan het kijken. Huh? What? Nee, nee. Ik had dit toch al op... Oh, heeft hij dit weer aangezet? En heeft hij nou gewoon daarboven nog een heel... Daar vliegt hij ook gewoon. Oké, dit is het einde van mijn basis, mensen. Jamesy out. Hey, hi. Thanks voor kijken. Oh my god. Oké, het wordt zo eentje. We gaan... verdedigen. Dan moet Rockwell nog maar even op zich laten wachten. Geen probleem. Ik heb een tech rex, jongen. Ik schiet iedereen neer. Tech rex genaamd Zaad. Zaad is geen stress, jongen. Ik kan mijn tech suit alleen niet meer inzetten. Dat vind ik dus wel heel jammer. Die kan ik wel gebruiken in deze situatie. Maar goed. Oké. Oké, dan vliegt hij weer. Oh, fijn dat hij werkt. Wat is hij nou aan het doen? Zit hij nou gewoon irritant aan het doen? Irritant aan het vliegen hier. Oh, kom, kom, kom. Oh, dit is ook gewoon mijn goede man. Kom, 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 kom. Kom terug, kom terug, kom terug. Iedereen sowieso passive hier. Kom, kom, kom. Ik mis ook gewoon één stego. Waar is die heen?
Oh mijn god, ja, als deze maar niet weg is, want deze is belangrijk. Dat is mijn 36 HP mail, jongen. Dat is zaad. Oh, ga nou alsjeblieft niet alleen irritant lopen snipen hier. Daar heb ik niks aan. Val me op zijn minst aan, weet je, dat we hier echt gaan strijden. Ik heb geen zin in zo'n ongemakkelijke sniper battle waar we even niks aan hebben. Snapte? Oh maat, jij moet wel echt even move, man. Jij moet wel veilig staan. Oké, heel goed. Blijf lekker staan hier, chillen. Oké, nou, dan gaan we de Craftmaster maar eens even aanpakken, mensen. Hebben jullie al geliked? Hebben jullie geabonneerd? En hebben jullie alle linkjes in de beschrijving al gekeken voordat we deze fight beginnen? Denk bijvoorbeeld aan mijn Twitch, www.twitch.tv/James, waar ik ook doe livestreamen. En ook af en toe Ark doe livestreamen. Dus check daar zeker even uit, mensen. De G-Porter gaat natuurlijk, kun je niet missen. Ik mis de Craftmaster nou wel. Waar is hij heen? Oh, deze staan wel uit. Oké, dat scheelt wel, want dan kan ik in ieder geval gewoon beneden aankomen hier, snap je? Nee, daarboven heeft hij dus in één keer allemaal dingen neergezet. Kan ik hem niet juist aan gaan vallen? Zullen we gewoon een rollen omdraaien? Dan ga ik gewoon de Craftmaster zelf aanvallen. Ja, en dan nemen we gewoon een steker mee en gaan we die turret soken. Frick it, man. Dan gaan we gewoon de rollen omdraaien. Denk je dat je mij kunt reden? Denk je niet, vriend? Ik kan jou reden, je hele raidbasis. En werk ermee. Come on, we got this. Ik moet alleen even een plekje vinden waar ik een beetje mezelf ertussen kan bommen daarbovenin. Ja, dat komt wel goed. We gaan hem flink aanvatten hier. Dan moet ik even ervoor zorgen dat mijn shotgun niet weggaat en mijn boog niet weggaat. Die doe ik even weg dan. Die daar. Uit. Dan pak ik even met Bruce. Pak even een stego mee. Ja, deze zijn gewoon allemaal good to go. Dus dat betreft zit het gewoon goed. Tech rifle, die kan ik wel gebruiken, toch? Ja. Oké, nou. Dan gaan we maar, hé. Heb ik nog setjes? Helm, broek, armor, schoenen en handschoenen nog extra. Alright, let's get it. We gaan de Craftmaster zelf aanvallen. Waar is onze skere fire weapon die nog niet geleveld is? Oh, hier. Mijn techsteak was gekild. Door een karakatukupoekupoe. Nee, niet weer die nieuwe dino. Maat, ik heb al eentje van je gekild, man. Oh my god. Waar dan? Is dit die... Ja, die techsteker was omlaag gevallen volgens mij, man. Maar ja, laat hem maar lekker die techsteker killen. Moeit me niet. Ik ga hier even een plekje vinden waar ik naar binnen kan. Meestal is er wel een gatje waar je ergens doorheen kunt wormen in van die bomen. Dus dat betreft, let's get it, Craftmaster. Kom maar op. Ben benieuwd wat hier te halen valt. Oude bok. Kan ik hierin? Oh, hier kan ik in. Ja, ja. Oké. Dan moet ik wel even uitkijken dat ik niet neerga hier. Oh, hier. Kijk hoeveel te... Oh, daar staat hij. Kan ik landen? Ja, ik kan... Een soort van landen. Oké. Ja, dat is perfect. Dit is perfect, man. Perfect. Ja, ik denk dat ik mijn turret ga zoeken, eerlijk gezegd. Auw. Oké. Tech stego. Oeh. Auw. Beam. Gooi. Zitten. Draaien om. Oké. Ja. Auw. Ik zoek. Wat zoek ik? Ik zoek alleen een paar tech turrets hier, of niet? Het zijn eigenlijk niet per se superveel turrets, right? Zou ik er niet gewoon kunnen runnen zelf? Ze zijn gewoon metal pilaren, toch? En metal hedge frames. Ja, het zijn wel heel veel turrets. Daar ook nog. Daar heb je zo'n hok staan. Oh my god. En een mech suit! Oh nee. Oké, ik moet even meer tegelijk zoeken. Ik kan best wel hebben met deze tego. Daar heb je zo'n hok. Maar ik ben een beetje bang wat hij bij mijn baas aan het doen is. Ik zie hem hier niet. Auw, oké, fuck. Nou word ik onzeker. Oké, ik ga even snel bij mijn baas kijken wat daar de status is. Jij blijft gewoon lekker hier staan. En dan TP ik gewoon even naar Megabase. En dan heb ik hier altijd mijn return to last location, weet je wel. Gebeurt er iets? Nee, er gebeurt helemaal niks. Wil zeggen dat ik wel een vrij spel heb hier of wat gebeurt er nou? Maar er gebeurt wel iets. Hij krijgt damage van iets. Van wat krijgt hij damage? Mijn Megalosaurus? Nee. Kan ik erop zetten? Die heeft geen zadel, dat ding. Attack your Megalo. Oh, ga je maar weg, Craftmaster. Doe bloem. Die Megalosaurus houdt nog wel even vol, maar die doet zelf maar 4 damage. Kom. Volg mij. Of niet? Bro, volg mij. Ja, ik moet echt mijn sniper hebben, man. Anders kan ik hem echt niet raken van die afstand. Au. Ja. Nou, kijk, hij gaat dood. Ah, daar gaan we, Megalosaurus. Ja, wat wil je nou doen? Ik pak mijn netgun erbij en ik ga neer. Doei. Oké. Doen we dat. Waarom ben ik sloom? Heb ik überhaupt wel iets aan mijn compound bow nou? En hoe ga ik hem tegenhouden, ouwe? Hoe ga ik hem zo hard naaien dat hij dadelijk ook vastzit en dat ik hem kan killen? Ik kan beroven van al zijn loot. Dat is hetgene wat ik wil doen. Ik moet sowieso een sniper hebben. Sniper, alleen die snipers zijn trash, man. Jezus. Kan ik hem ook niet gewoon net gunnen? Oké. Die pak ik wel even. Zo. Sniper. Oh, ik moet die Engram nog leren. Oké, go. Moonlight launcher. Net projectiles. Oké. Die zet ik daarin. Die zet ik daarin. Die daar. Oké, let's get it. Go. Nou gaan we vatten, gek. De Craftmaster met de manen.
Oké, ik ga even snel checken, man. Trouw er niks meer van. Mijn stego die staat er ook al half te sterven, weet je wel. Oh, waarom? Hoezo doet hij dit nou weer? Ja, daar is hij bezig. Daar loopt hij al. Is hij nou aan het soken? Hij is niet aan het soken. Fuck, pak hem op. Is goed, is goed. Waar moet ik heen? Waar is hij? Daar loopt hij. Ja, yeah. Gaat hij neer? Oh my god, yes. Eindelijk, ik heb hem. Oh my god. Oh, bless. Wat heeft hij allemaal bij? Beter heeft niet te veel shit. Dat trouwens geeft me gewoon alles. Gewoon weer 600 element of zo. Shotgun. Is het mijn shotgun? Nee, dit is niet mijn shotgun. Helaas. Een beetje element. Ja, op zich. Decent toch? Lekker. Dankjewel. Good shit. Deze stegel kunnen die killen op een of andere manier. Dit is wel een moment dat ik zelf eigenlijk verder kan gaan, toch? 18k HP heeft deze stegel. Ik had al één stegel Nee. Houdt nog niet. Is mijn basilisk handig voor deze? Zenuwveeg. Oh, kijk. Man, niet zo'n level, man. Ja, ik doe vooral gewoon even alles op stamina en movement speed, denk ik. Dit is toch een trash wyvern. Trash, man! Ik weet niet of hier een dino tracker in zit. En deze zullen ook al op zijn, deze turrets. Ze schoot eigenlijk al niet meer. Snel checken, man. Nee, nul. Nul. Oh, dit is allemaal op. Op is op. Oké, dan ga ik weer even snel een eigen stegeltje neerzetten, denk ik. En daar proberen te pushen. Ik kan ook een run doen. Rocket run. Ja, het is wel gevaarlijk. Nee, ik wil het zo graag, maar het is gewoon te gevaarlijk, man. Eerlijk. Ik doe even de spullen wat ik heb geloerd allemaal hierin. Tak. Oh, Mastercraft Sniper. Oh, die is veel beter dan die van mij, joh. Lekker, man. Remove accessories. Zet ik die daarop. Ja, G. Lekker. Basilisk egg. Oh, waarom niet met het hele tech-suit erbij? Nice. Kom maar door, mensen. Dit is goed. Dit is mooi. Dit is hartstikke helemaal lekker. Lekker. Nou. Techstego, metkomen. We gaan weer op avontuur. We gaan weer een soakronde doen bij de Craftmaster. Zijn raidbase. Bij mijn base. Want ik weet niet wat hij wil doen. Laat me rust. Ik heb jou helemaal niks aangedaan. Ik heb alleen even de mensen bevrijd die daar onvrijwillig vast zaten. Terwijl. Dat is ook niet de bedoeling. Zit hij hier nou niet weer? Nee. Oké, mooi. Dan kan ik weer even een plekje opzoeken. Skut. Ik kan ook via daar gaan, hè. Kan ik ook rustig soaken. Net om het hoekje. Dan kan ik denk ik ook wel landen. Maar dit is wel meteen dichter bij zijn basis, right? Oké, mooi. Oké, even kijken. Is hier bezig? Nee, hij is niet bezig hier. Nou, die gooi je even neer. Hoppa. En zitten. Go. Maar nou vertrouw ik het weer niet dat ik hem hier niet zie, snap je? Dat is echt heel vervelend. Ik wil heel graag dit aanvallen, maar hij is dus ook gewoon vrij spaar bij mijn basis bezig dan. Zou je denken. Dan kan ik niet met mijn tech rifle schieten op zijn muur. Is dat niet iets? Wacht, ga het proberen. Even kijken. Go. Ja, ik zit hier echt vol met adrenaline eigenlijk, man. Raak ik iets? Ik raak niks. Au. Er zijn er zoveel. Oké, fuck it. Ik ga even kijken bij mijn basis, want ik trouw niet meer. Hier sta je veilig. Passive. Gewoon weer aanvliegen met mijn draakje. Zelfde strat. Come on, draakje. You got this. Ah, fuck. Dat is heel jammer. Oh, nee. Ja, hij is al binnen daar, joh. What the fuck? Nee. Oh, niet bij mijn breeding. Daar gaat hij zo'n zieke meatrun doen hier, weet je wel. Kom. Oké, die is genet. Probeer hem te killen. Hij heeft geen tech suit aan. Reload dit ding. Au. Craftmaster, nee. Schiet. Ah, die was mis. Oh, nee. Schiet. Ah, die was ook mis. Wat is dit, man? Hè? Is hij nou genet? Jezus, man. Nog een lekker Minecraft shotje. Oeh, vlakzetje. Ja. I like the kids. Yes, please. Kom maar op. Oh, maar dat is wel gevaarlijk, man. Als hij dadelijk een dino uitgooit in mijn breeding, dan heb ik wel echt een lei probleem, man. En hier zijn allemaal turrets al op, zo te zien. Niks schiet. Fuck. Nul. Oh, nee. Hier zijn nog een beetje in. Die hier ook nog. Oké, dit is gevaarlijk, man. Hoe kan ik dit even killen? Moet ik een Tiokaleo hebben of zo om dit te slopen? Of een Reaper? Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Ik moet even snel kijken. Lightning Wyvern doet op zich ook wel lekkere damage, toch? Tiokaleo? Tia? Oké, Tia. Let's get him, man. Deze zijn ook volledige imprint, volgens mij. Ja, deze zijn volle bakken imprint. Is deze ook al geleveld dan? Ja, deze heeft dikke damage. Ja, kijk, dat zie ik graag. Hoppa. Een hitch. Oké, Tia, geef me even je zadel. Tak. Op jou. Zo. Oké, daar gaan we. Kijken of we dit zo kunnen killen. Ja, dat is wel Gnash, toch? Krijgt hij Gnash damage? Hij zou... Ja, hij krijgt dikke Gnash damage. Hoppa! Ja, lekker. Doe eens teken. Ik ben wel benieuwd hoeveel zadels die erop heeft liggen, hoor. Want mijn turrets deden niet zoveel damage. Oké, die is dood. Wat zit er allemaal in? Ja, tuurlijk. 134 armor saddle, man. Ja, die doe ik lekker bij mijn collection neergooien. Deze turrets zijn allemaal leeg. Ik hoop niet dat hij deze muur ook nog kan gaan soken. Dan loopt hij weer. We gaan hem tegenhouden. Ik mis alles.
We gaan hem tegenhouden. Ik die alles mist. Waar gaat hij helemaal heen, joh? Kijk, waar is hij? Huh, ik zag hem hier toch net 100%, man. Zijn nou... Hè? Trouw er niks van, man, waar hij nou in één keer heen is gegaan. Oh, wow! Ja, daar is hij, hoor. Een lekker hitje. Kom dan, gek. Oh, dan gaat hij nou met Tio Kaleo aanvallen hier. Dat is niet de bedoeling, we gaan ervoor. Hij zit bij met Tio Kaleo. Ja, ja. Nee, nee, die gaan we niet netten, gek. Vat hem! Wat? Oké, dan ga ik achteraan. We gaan er achteraan. We gaan hem neermaaien. Kom op. Hebben jullie al geabonneerd? Oh, zo. Dat werd bijna genet. Holy shit. Bim. Zo, ik beuk er doorheen. Yes. Bim. Hoppa. Oh nee, kut. Nou ben ik wel net. Shit. Kut, hier kan ik niks mee. Au. Oké, ik ben eruit. Holy shit. Oh, dan gaan mijn tech-gaunlens er weg. Shit. Bim. Ah, die is mis. Shit. Heb ik mijn bola's nog? Ik vind die echt veel chiller. Hij heeft nou toch geen tech armor aan. Bola. Mijn bola's? Zijn weg. Shit. Ik had nou bola. Die is ook mis. Oh, ik trip, man. Nee, niet op dit moment. Nee. Laat me niet trippen, man. Ik zit in battle hier, gek. Craftmaster, doei. Oh, dan ben ik bijna dood. Staat hij weer met zijn rocket launcher. Ga je niet met dino's aanvallen, jong? Ziet hij me niet? Oh, hij ziet me wel. Zo. Die was dichtbij. Oké, kom maar omhoog. Ik net je gewoon meteen, hoor. Geen stress. Ik zou gewoon gaan tech rifelen. Dat is ook zo'n leuke strat. Die was 100% raak, ouwe. 330 headshot. Beam. Oh my god. Oh. Oh. Beam. Zo, de headshot, gek. Kom op. Geen loot. Ah, hij heeft niks bij. Fuck. Ja, die raketten wil ik sowieso wel. Setje. Pak setje. Oh, kut. Nou zit in zijn inventory. Ditte. Ja. Ja, fuck it. We pakken alles wel. En nou gaan we even heel snel terug naar die spot hier bovenin. Bij mijn stick ook. Gaan we verder met de soak. Dit is allemaal niet gepowered, toch of wel? Nee. Ren. Go. Ik hoop dat ik hier gewoon een paar stappen kan zetten. Dat zou echt heel ziek zijn. Moet ik alleen even mijn weg omhoog zien te vinden hier. Dat is niet handig. What the fuck? Ja, wat is dat voor onzin, jong? Oké. We zijn bijna boven. Wat een opgave. Ja, daar zijn we. Yes, ik had beter even mijn draak kunnen pakken. Dat is niet zo makkelijk geweest. Dan gaan we verder met de soak. Ik heb mijn rockets bij als het goed is. Ik zie de craftmaster hier ook helemaal niet. De hele tijd niet. Maar hij heeft wel zijn techstegels hier opgesteld. En die mech suit, man. Oh, één tech door hem maar. Dat schiet ook bijna niks op mij. Ik durf best wel hier beneden te staan, denk ik nou. Heb ik een rocket launcher? 40 raketten hebben. Als ik nou dood ga, dan raak ik echt veel shit kwijt, man. Dat is gewoon niet meer grappig hoeveel shit ik dan kwijtraak. Oké, ik ga hier wel even staan. Ik heb een paar medbloes bij. Niet superveel. Hoe ver is mijn armen nog? Dat is ook niet superveel. Ik heb niet eens handschoenen aan, man. Ik trek er van de craftmaster wel gewoon even aan. Zo, armor, flak, chestpiece. Zo, hoppa, mijn schoenen. Tech turret is ook al leeg. Nice. Go. Oké, nou zijn we al steeds meer aan het soaken hier, man. Dat kan ik niet redden, hè. Dat kan ik niet redden. Maar we hebben al zoveel hier gesoopt. Ik moet meer stekers hebben. Gaan er veel tech turrets op? Nee, ik kan 100% een run doen en mezelf te achterwormen. Oh, wacht. Moet even uitkijken nou. Ik ben bijna dood. Oké. Wij gaan naar de base, Stego. Craftmaster ons waarschijnlijk weer aan het aanvallen daar. Oh ja. Hij is aan het aanvallen. Fuck, man. Kieken. Maar ik had ook voor deze engel. Goed dat ik ook gewoon echt even net die turrets neer had gezet hier. Even kijken. Ik net hem even snel, trouwens. Is hij naakt? Hij is flink naakt, of niet? En hij heeft wel armor aan. Weer geen helmpje op. Nou, dan kan ik weer even naar zijn basis toe. Zo'n Stego ligt er nou toch te chillen, toch? Even kijken. Ik neem wel even een biertje mee dan. Oké, nou, dan gaan we weer. Stegeltje. Lekker. Oeh, wacht. Oh, fuck. Oh, wow, hij doet damage. Nee. Oh, nee. Oh, ik was net zo lekker bezig. Oh, ik heb net allemaal spullen gepakt. Oh. Fuck. Die, daar. Kut. Daar komt hij ook gewoon flink binnen hier, man. Dat moet ik niet hebben. Tech-turret, beter blijven jullie even nog langs hier. En zijn op. En is op. Oké, ik heb hem. Cam. Ik heb hem nou gewoon volle bak in mijn basis gooien, dan gaat hij sowieso neer. Nee! Fuck! Hier! Je wordt gewoon hoog gehouden, dat ding.
En is dood. Dat kostte wel heel veel boelen. Dus eigenlijk was het ook weer super dom van mij om dit te doen. Maar goed. It is what it is. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor zadel erop zit. Die kan ik misschien even eventueel gebruiken daarvoor. Voor, voor je weet wel, toch? Maar even mijn stego. Kijk, 113. Nee, dat is niet per se beter. Tio Kaleo staat er ook gewoon nog te chillen, hè? Even serieus. Land, oké. Okay, heel goed. Go, 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 go. Ja, nou moet ik committen. Maar ga ik committen? Ik denk het wel. Kijk hoe dichtbij ik al kan komen dan. Pop een biertje? Zou ik gewoon opvallen? Oh, daar is de craftmaster. Shit, shit, shit. Au. Ik ga een biertje poppen. Komt de bier. Oh, komt die Amazon Max toe? Nee! Niet nu! Oh, dit is pijnlijk. Oh, dit is heel pijnlijk. Oh, dit is niet cool, man. Dit is niet cool. 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 Oh nee. Dit is zeer pijnlijk wat hier gebeurt. Dit is zeer pijnlijk. Fuck, fuck. Ik moet weg. Ik moet weg. Ik moet weg. Fuck. Mega base. Kom op. Kom op. Kom op. Hoor dit? 200 HP. Oh, 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 oh. Zo. Oh, dat scheelde niks. Holy shit, dat scheelde echt niks. Oh, dat heb ik heel veel geluk gehad. Ik zag ook allerlei dingen kapot gaan van mijn armor en zo, weet je wel. Ik dacht, shit, dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed, dat gaat niet goed. Maar het ging best redelijk, I guess. Kan niet klaar. Holy shit, maar hij ging ook echt met zijn maxhoed aanvallen, man. Oh, daar komt hij mijn kant en die kant aanvallen met een maxhoed. Ik ga ook gewoon mijn eigen maxhoed pakken, fuck it. Waar is mijn maxhoed überhaupt? Ik heb geen idee. Of zit hij gekraai op mijn maxhoed? Nee. Nee. Waar is mijn maxhoed heen? Is hij dood? Of tryblog hoor. Hitchpo is dan dood. Nee. Zou gewoon nog moeten leven. Oké, nog een biertje. We gaan weer. Have a great time. Oh, wacht. Dit is wel heel ziek. Ik kan nou remote les location. Dan sta ik op precies dezelfde plek. Oh mijn god. Ja. Ja. Dit is heel ziek zelfs. 30 kp. Knallengek. Daar gaan we. Oei, 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 oei. Oh, oh, oh. Dat gaat hij nooit aanzien komen. Dit wordt pijnlijk, Craftmaster. Doei, doei. Komt weer aan met stego's. Oh, dan gaat hij een hele rits aan stego's erin janken. Kut. Ja, dan moet ik even defenden snel. Dat gaan we niet doen. 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 Go, go, go. Wegwezen, gek. Die ook. Ah, shit. Die wordt nog wel gesookt. Oh, nee. Au. Hij schudt hem. Nee, joh. Ei. Hij is helemaal wild, hè. Kut, ik heb geen gun ingezet. Ik heb er ooit van een gun bij. Gun, gun, gun. Ik heb alleen een tech rifle bij, man. Au. Oh, dit is niet chill voor mijn durability, man. Ik blaas me... Hij is gevallen. Ja, ja, hij is gevallen. Nice. Oké. Ik heb op zich nog wel genoeg durability. Andere handschoenen kan wel. Let's get it. Andere helmpie eventueel. 1000. Ja, dat scheelt niet veel. Fuck. Ja, hoe ga ik er nog killen? Kan ik even mijn Tio Kaleo er niet opzetten hier? Van, hey, Tio Kaleo, val me lekker aan. Doe je ding. Sukke kuk, hè? Ik heb toch nog een beetje cryo timer. Oh, dat komt weer aan. Maat, what the heck? Nee. Oké, okay, probeer mijn turrets in te mappen. Oké, okay, fuck it. Ik ga mijn move doen. Ik ga jou even op behavior neutral zetten of zo. Dan ga ik mijn move doen. Dan gaat hij nooit aanzien komen natuurlijk. Ah, fuck. Not like this, man. Nee, 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 nee. Die ukulele, hoek hem. Oh, nee. Nee. Oh, ga niet met een shotgun schieten, maat. Oké, okay, eerst ga ik die even snel killen, man. Die Ganesh damage. Ja, dat is pijnlijk. Kom maar op, ga neer, Craftmaster. Ik kan net zo goed een beetje achter hem staan. Dan kan hij mij niet hitten met de shotgun. Ja hoor, nou gaat hij dood. Nou gaat hij dood, die stego van hem. Hij swoept de woep alleen met zijn staartje, man. Mijn stego staat er klaar om te gaan. Au, oké. Okay. Au, au. Ja weet je, doe maar lekker wat je wil doen daar. Geen stress. Ik ga de move doen. Nou is hij helemaal gebamboezeld. Nou heeft hij geen idee wat er gaat gebeuren. Ik zip mijn biertje. Dan gaan we. Oké, dit wordt wel echt te gek voor woorden. Dit wordt te gek voor woorden. Waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Al die turrets moeten opgeruimd worden hier. Alle turrets moeten kapot. De hele hedgeframe moet er onderuit hier. Bim! Ah, oh, kut hedgeframe. Ik ga kapot, man. Oké. Okay. Deze is kapot. Mijn steken houdt op zich nog wel even vol.
Is de Craftmaster hier ook weer? Ja, de Craftmaster is open. Shit. Ah, dan moet ik uitkijken, man. Als hij net heeft, dan heb ik een probleem. Reload. Auw. Oké, die is kapot. Het schiet er nog maar één tech turret. Oké, dit is een probleempje. Snel terug uit. Zo, ik krijg superveel damage, man. Nee. Goed, ik ga dood. Oh, ik ben binnen. Wat? Ik ben binnen. Holy shit. Hoezo ben ik binnen? Oh, dat had ik niet verwacht. Ik zie alleen niks. Oh, dit is wel vervelend. Het is rete donker, ouwe. Auw, nee. Oh, dit is kut. Dit is kut. Ik wil hem netten. Heb ik hem genet? Nee, ik heb hem niet genet. Oké, oh, dit is vervelend. Oh, dat is heel kut. Hoezo zie ik niks? Gamma 4. Kut. Dit is heel naar, ouwe. Dit is heel naar. Kut. Ik ben hier één steek voor verloren, witte. Ik heb geen ding om aan te vallen. Weet hij niet waar ik ben, trouwens? Want ik zit ook nog een beetje met de gezeik van de bier. Ik moet nog een minuutje wachten. Ik heb ook geen C4. Oh my god. Maar hij weet echt niet waar ik ben. Ja. Ga neer. Bro, hoeveel armor heb jij? Au. Oeh, au. Zo, daar ging ik zelf ook bijna. Oh nee. Dit is kut. Oh mijn god. Mijn armor is kapot. Handschoenen, andere broek. Oh my god, daar ging ik echt bijna neer. Mijn tech rifle wou ik helemaal niet meer schieten, man. Oh, hij is dood. Allright, kan ik die tech dingen niet even slopen, die pot, zie je? Waar is zijn body? Die ligt buiten de ding zeker. Fuck! Ja, die krijg ik nooit kapot hiermee, man. Ja, misschien met mijn rocket launcher. Oh, zijn gate stond gewoon open! Oh, hij had zijn deur open, daarom kon ik naar binnen toe. Omdat die steek op je stond. Ja, denk ik niet, vriend. We gaan hier niet wakker worden. Oh, ik kan het alleen niet kapot krijgen, man. Cryo fridge eventueel, wat zit hier nog allemaal in? Koelkast is kapot. Er zat niks in. Kan ik deze muur dan niet uitschieten? Ik weet niet hoeveel damage ik doe met mijn tech rifle. Een generator, staat die hier? Nee, die staat hier ook helemaal niet. Ja, ik heb te weinig element om die muur eruit te schieten, denk ik. Of niet? Nee, dat ga ik wel redden. Dat red ik wel. Oh, alleen mijn durability man van mijn tech rifle, dat is wel een dingetje. Ik wil die loot heel graag hebben van de Craftmaster. Of zou ik dit eerst even slopen? Zo. Als die teleporter maar kapot, dan kan die niet meer makkelijk terugkomen hier. Zo, dat backfired. Wat een battle hier ook, man. Knetterlijp. Zo, mijn arcsintuigen zijn weer helemaal geprikkeld hier. Tingeld. Hatsatsa. 2.8 nog. Hij is kapot. Oké, hier ligt zijn body. Ja, kijk. Ja, lekker man. Oeh, raketten. En setje. Shotgun wil ik heel graag hebben op dit moment. Oh, er wordt lekker een XL-aflevering van jullie mensen. We zijn echt al lang bezig hiermee. Even die kluizen blazen, kijken wat daar nog in zit. En die cryo-fridges. En dan... Dan kunnen we deze plaats in rust verlaten, want we kunnen nou toch niet al die turrets uitschakelen, weet je. En al die dino's killen. Dat gaan we gewoon niet worden. Oké, 6k nog op de vault. Damn, 3k nog. Auw. Ah, het is kapot. Die cryo-fridges. Ik kan beter mijn tech rifle pakken. Oh, jezus, man. Jezus. Jeetje. Hij was stacked. Hij was vies vet stacked. Holy shit, zit allemaal rijen, man. Nice. De Craftmaster heeft zo'n 10 keer zo'n grote baas als ik, jongen. Maar je moet toch echt even flink doorbijten. Wil je bij mij binnenkomen, Craftmaster? Dat gaat niet lukken met 3 stego's. Dan moet je een heel army van neerzetten. Ik heb mezelf niet zomaar overgegeven. 100% van niet. Poh. Oei. Wat een gekkigheid. Hier, nog meer rocket launchers. Nonde knetter, man. Hij was er wel ready voor. Hij had zijn spullen meegenomen. Oh. Nou, cryo fridge 1 gaat kapot. Zit er iets in? Daar zit niks in. En in deze. Er moet ook nog ergens een generator staan, maar die durf ik even niet te zoeken. Oké, cryo fridge 2 is kapot. Zit ook niks in. Ah, shit.
Au. Oké. Ja, mijn steek is ook dood. Ik teleporteer wel gewoon even terug naar mijn base. En dan is het great succes, mensen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. We hebben echt vet profit hieruit gehaald. Ik wil sowieso nog terug gaan om al die ammo en zo te looten. Maar we gaan eerst Rockwell bos killen, man. Dit was insane. Ik heb echt genoten in deze aflevering, mensen. Knallengek. Hebben jullie nog niet geliked, nog niet geabonneerd? Alle links bekeken in de beschrijving. Dan moet je dat nu doen, want dat was ziek. Peace.